familie Enzing. Het is vandaag dinsdagochtend en ons normale leven start weer. Björn die is weer naar het werk gegaan. Ik ben vandaag met Thibaut thuis. Thibaut heeft nu nog kerstvakantie. En ja, we gaan onze normale week weer starten. Ik wilde een beetje meer self-care, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar ik had het idee om 's ochtends, nou ja, door de week iets eerder van bed af te gaan, zodat ik 's ochtends even wat meer tijd voor mezelf heb. Dat ik even rustig wakker kan worden zonder een kind die rondom je heen schreeuwt: mama, 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 mama. Dus het is nu 5:30 en ik zit even op de bank. Kopje koffie drinken, even tot mezelf komen, even rustig wakker worden, want dat is wat ik 's ochtends eigenlijk geen tijd voor heb, omdat je een kindje hebt en dat is oké, maar ja, ik kan op mijn dag een beetje moeilijk starten of zo, dus ik dacht, ik ga een beetje meer voor mezelf zorgen en 's ochtends even tijd voor mijzelf. Dus ik ben mijn ochtend aan. Nemen. Ik doe deze lamp even weer uit. Die heb ik even voor jullie aangedaan. Want ik heb hier in mijn kast van mijn Blonde Amsterdam eigenlijk die lamp daar klaar. Vandaag de laatste dag die. En de kerstboom. Ik vind het wel jammer, want ik hou van de kerstboom. Want ja, ik vind het gewoon gezellig in huis. Maar ja. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan met kerst. Dus ik zit even op de bank met een kop koffie en ik ga even iets voor mezelf kijken. Even rustig wakker kan worden, gewoon lekker onder een dekentje even rustig wakker worden. En dan kijk ik hoe laat Thibaut wakker is. Ik heb ik wil deze week met een nieuw eetschema beginnen. Omdat ik echt dit jaar beter self-care wil gaan doen en beter voor mezelf wil gaan zorgen. Natuurlijk deed ik dat wel, maar ik had echt veel te veel suiker, veel te veel snoep en ja, ik heb afgelopen jaar niet echt mijn jaar gehad. Ik wil nu dit jaar mijn jaar van maken, dus dat begint ook met iets gezonder eten. Nou, koffie is oké. Ik ga straks nog even ontbijt maken en ja, een beetje meer voor mij, even een beetje meer voor mezelf zorgen. En mijn grootste doel dit jaar is om een nieuwe baan te vinden. Ik hoop het. Dus ja. Kijk vandaag gezellig met ons mee. Ik moet jullie wel even uitzetten. Tot straks. Half 7. En Thibaut is wakker. Dus die ga ik natuurlijk even uit. Het halen. Dus ik heb nog even een uurtje voor mezelf gehad. Dus dat is wel even fijn. Oh, ik heb hier nog licht aan laten staan. Dat stond. Zo. Hey, goedemorgen. Blaas. Niet zo, heb je geplast? Ja. Ja, maar je hebt een luier om, lieverd. Ja. Hé, hey, zeg eens goeiemorgen. Moet je maar even wakker worden, jongen. Goeiemorgen, popjes. Wil je naar beneden brengen? In de paas. Ja, ik neem je mee. Tijd om de kerstspullen weg te halen. Ik heb het de bakken uit de kelder gepakt. Kijk, dit zijn al onze kerstbakken. Waar we dus alle kerstverlichting en kerstversieringen in doen. Ik heb de kerstdoos. De doos van die kerstboom. En we gaan deze even opruimen. En dan alles lekker schoonmaken, opruimen. Ik ga eerst met die kleine beginnen. Ga ik even de keuken schoonmaken en dan ga ik hierheen. Zo stapje voor stapje. Gaan we alles weer normaal maken, Thibaut? Oh ja, en ik heb nog die slinger in het raam. Die moet ik ook nog opruimen. Maar dan wordt alles weer normaal. Kerstboom weg. Ja.
Ja, dan gaan we weer gewoon het normale leven starten. Even boodschap gedaan. Ik dacht, ik neem even mee wat ik mee heb genomen. Ik heb eieren meegenomen, die had ik nodig. Ik heb hier mijn boodschappen voor staan. Dus die ga ik even met jullie samen uitpakken. Nou, paracetamol en ibuprofen, dat gaat hier altijd heel snel. Een pak met half yoghurt, half vanillevla. Ik heb twee blikjes. Tonijn, die gaan we gebruiken voor een recept voor vanavond. Dus ik gebruik daar even bij. Ik heb magere kwark meegenomen. En ik heb monsieur meegenomen. Dat ben ik ook voor het avondeten nodig. Walnoten heb ik meegenomen. Oh. Een bakje met komkommersalade voor een cracker bijvoorbeeld. Een stukje brie. Ik vind het wel lekker om tussendoor te eten. Mascarpone. Deze mascarpone doe ik door de kwark heen. Die is wel lekker. Voor de chocoladepasta, want het gaat hier ongelooflijk snel. Die is allemaal leeg. En dan heb ik twee pakken kaas, 30 plus kaas. En komijnkaas, allebei minder in vet. En voor het avondeten een courgette. En dat was er eigenlijk wat ik ook heb gehad voor deze week. Kijk, dit is die pasta geworden die ik heb gemaakt. Ik heb eerst courgette gesneden en gebakt. Daar heb ik Italiaanse kruiden over gedaan. Toen dat een beetje klaar was, heb ik de monsieur bij gedaan. En daarna tonijn op waterbasis. En ik heb hier dus macaroni in gekookt. En dat ziet er dan uiteindelijk zo eruit. Ik zou er nog wel een keer een goed recept voor... Ik zou nog een keer een filmpje daarvan maken, hoe ik dat recept maak. Maar ik heb dat nu zo gedaan. Timo zit aan tafel. Ik ga ook eten. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog.
Doeg!